Goedemiddag, welkom allemaal bij de sessies Trends in Studiedata en Learning Analytics. Mijn naam is Roos van Leeuwen en ik ben student Applied Ethics. En vandaag gaan we kijken naar de toekomst, kansen en de trends die zijn te vinden in Studiedata en Learning Analytics. En ondanks dat mijn studieachtergrond misschien anders doet vermoeden, gaan we nu niet heel uitgebreid stilstaan bij de ethiek. Daar zal morgen nog een sessie over zijn, maar we zullen natuurlijk wel vooruit gaan kijken. Eerst gaan we kijken naar een filmpje waar verschillende mensen hun visie over studiedata en learning analytics uiteenzetten. En daarvoor willen we jullie vragen om mee te doen in de Mentimeter. En als het goed is, wordt de code van de Mentimeter ook nu in beeld zichtbaar. Je kunt je invullen op www.menti.com. En wat we jullie eigenlijk willen vragen is om in de Mentimeter aan te geven of jullie de trends die in het filmpje genoemd worden, of jullie die nou herkennen. Of dat jullie het er helemaal niet mee eens zijn dat dat trends zijn die de komende jaren gaan spelen. Gaan we nu eerst even naar het filmpje kijken. Wat zijn belangrijke trends waar het gaat om studiedata of onderwijsdata? Ik denk dat het allereerst onze behoefte is om data veel gerichter in te zetten. En een tweede is dat we veel meer van die data zullen willen hebben. Onze grote wens, ik denk dat dat de grote wens is van veel docenten en veel mensen die bij het onderwijs betrokken zijn, is om te kijken of we meer naar maatwerk kunnen gaan. Dus onderwijs, maar waarbij je veel meer rekening houdt met de individuele talenten, de achtergrond en de interesses van studenten. Dat is een grote uitdaging. Dat is trouwens ook de grote kans, dus veel meer maatwerkgericht onderwijs. Ik hoop dat we daar naartoe gaan. Ook nieuwe generatie studenten zullen een impact hebben op de manier waarop onderwijs gebracht wordt. Generatie Alpha kinderen zijn geboren vanaf 2010, het jaar dat de iPad werd uitgebracht. In plaats van een fopspeen kregen zij een iPad in hun handen gedrukt. Zij konden op 2-3-jarige leeftijd al prima met IT overweg. Op die manier moeten we ervoor zorgen dat zij ook in het onderwijs terecht kunnen gaan komen. Ze zijn totaal gewend met het werken met digitale assistenten. Binnenkort hebben onze studenten een dashboard dat hen helpt om het optimale studieresultaat te bereiken. Ze krijgen constant real-time feedback op hoe ze presteren, hoe het met ze gaat en wat het beste aansluit bij hun talenten en wensen. Maar dan moet de student ook weten wat die data is en hoe we deze inzetten. Vertrouwen en datageletterdheid zijn belangrijke voorwaarden om data goed een plek te kunnen geven in ons onderwijs. Over 10 jaar gebruiken we Learning Analytics zoals we het eigenlijk in 2008 bedoeld hadden. Dat wil zeggen dat we dan gebruik maken van data uit verschillende systemen. En niet alleen over data uit een leermanagementsysteem. We beschikken dan over een technologische voorziening waarin de data uit verschillende systemen is opgeslagen en geraadpleegd kan worden door andere applicaties die we op die technische infrastructuur aansluiten. Verder zal tegen die tijd Learning Analytics gebruikt worden in combinatie met artificiële, oftewel kunstmatige intelligentie. En dan denk ik met name aan mogelijkheden om lerenden automatisch te prikkelen op basis van bepaald leergedrag. Je kunt dan bijvoorbeeld nudging toepassen, waarbij als je bijvoorbeeld ziet dat een student weinig inlogt, dat je die student dan automatisch een notificatie kunt sturen. Tegen die tijd weten we ook beter wat werkt en wat niet werkt op het gebied van Learning Analytics. Gebruiken we Learning Analytics op een ethisch verantwoorde manier? En kijken we ook beter naar welke data we nodig hebben voor bijvoorbeeld het voorspellen van studiesucces? Er zijn echter ook uitdagingen. Er is regie op data nodig, want de vraag is hoe we de data van studenten ook beschermen tegen mensen die die data willen gebruiken of misbruiken. Ook moeten we afspraken maken over standaarden. Als je data bij elkaar wil brengen, als je LMS'en wil koppelen, als je attendance data bij elkaar wil brengen, ook al is die attendance online, zul je standaarden moeten maken over hoe die data bij elkaar worden gebracht. Dus we hebben veel kansen en bedreigingen rondom Learning Analytics. We denken wel dat het deze kant zeker op zal gaan. En de kern ligt wat mij betreft in de samenwerking en kennisdeling in het onderwijsveld. Waarbij SURF heel graag wil helpen. Voorkomen in het filmpje met verschillende visies. Vul vooral in de Mentimeter nog heel eventjes in wat jullie er zelf van vonden thuis. Gaan we daar zo even naar kijken. Maar eerst wil ik jullie graag voorstellen aan de mensen bij mij hier aan tafel. Justian Knobbout en Theo Bakker. Justian,
Wat houdt jou zoal bezig met learning analytics en studiedata? Ja, ik ben dus Christian Knobhout, promovendus op het gebied van learning analytics. Ik onderzoek welke organisatorische vaardigheden of capabilities eigenlijk nodig zijn voor succesvolle learning analytics. Ook docent technische bedrijfskunde, dus ik sta ook aan de andere kant van het dashboard. En de voorzitter van de SURF Special Interest Group Learning Analytics. Wat ik denk dat de trends zijn, nou ja, ik herken wel wat er gezegd wordt in het filmpje. En ik denk dat leren, ja, dat gaat over het krijgen van feedback, maar ook feed forward en feed up. En ik denk dat learning analytics daarin kunnen voorzien. En leren is eigenlijk een aanschakeling van leeractiviteiten. Aan de hand van learning analytics kunnen studenten eigenlijk veel beter zien van, oké, wat hangt nou samen met wat en hoe score ik daarop en waar kan ik nog aan werken. Het leren hangt natuurlijk niet op bij de cursus zelf. Dat is echt cursusoverschrijdend. Dus het idee van een dashboard vind ik dan heel mooi. Omdat het eigenlijk naar het hele leertraject kijkt. En niet alleen bij cursus A die in eind december klaar is. En vanaf januari begin je weer in een nieuwe cursus. Sorry, voordat je heel diep gelijk het onderwerp ingaat, zullen we eerst nog heel eventjes kijken naar wie we verder aan tafel hebben. En wat er uit de Mentimeter komt, ja. Want we willen natuurlijk gelijk de inhoud in. Ja. Theo, houdt jou bezig? Nou, Theo Bakker, ik ben teamleider van het team VU Analytics van de Vrije Universiteit Amsterdam. En daarnaast ben ik aanvoerder van een zone studiedata van het versnellingsplan. En wat viel jou op in het filmpje? Ja, filmpje, ik vond het heel mooi wat Jessica zei over wat nodig is, datageletterdheid en vertrouwen. En dat is volgens mij echt de kern ook van ons werk. Als er geen vertrouwen is in het zorgvuldig verzamelen van gegevens die op een zorgvuldige manier betrouwbaar analyseren en ook echt ethisch toepassen, dan kun je eigenlijk wel stoppen met studiedata. Dat is volgens mij heel belangrijk. Datageletterdheid helpt dan om eindgebruikers, docenten, studenten, medewerkers te trainen in wat erbij komt kijken om het... Wat de laatste spreker zei, volgens mij, zowel goed te gebruiken en niet te misbruiken. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we hopelijk ook even kijken naar de uitslag van de Mentimeter. Ik ben ook benieuwd wat iedereen thuis als belangrijkste trends zag. Ik hoop dat we dat even in beeld ook kunnen krijgen. Ja, kijk. Even kijken hoor. Dan moeten we even snel dit interpreteren. Wat de meeste mensen belangrijk vonden. Ik zie dat vooral inderdaad bovenste steeds meer gerichte data inzetten. Ja. Maar ook het dashboard vinden veel mensen een belangrijke ontwikkeling. Eigenlijk alles wel. Ik merk dat er weinig aan de kant zit wat er niet gaat spelen. Wat valt jullie op, Theo en Justian? Nou, eigenlijk dat AI wat laag scoort. Ik moet zeggen, ik deel zelf niet mening, maar dat komt zo nog wel terug. Wat ik ook interessant vind is dat veel mensen ook wel die regie op studiedata als een belangrijk onderwerp noemen. Het is nog wel een beetje in beweging. Maar... Ja, en Justian, jij houdt je vooral bezig met de learning analytics voor maatwerk. Dat scoort relatief laag. Ja. Wat denk je daarover? Waarom scoort dat zo laag? Het is misschien nog een onbekende toepassing. Als je kijkt naar op welke niveaus kun je learning analytics toepassen. Aan de ene kant heb je natuurlijk heel erg het beschrijvende van wat gebeurt er nu? Terwijl op het moment dat je maatwerk wil gaan doen, dan ga je misschien zelfs al richting een beetje het voortschrijvende. Mm-hmm. Dat nog wat onbekend is. En dat daar is nog weinig ervaring mee, denk ik. Dus dat zou het kunnen verklaren. Ja. Ja, dat, ik denk ook dat er nog wel veel moet gebeuren om dat te kunnen doen. Hè? Zowel organisatorisch als in de randvoorwaarden qua AVG. Dat is best wel een moeilijk onderwerp, denk ik. Ja, dus dat is duidelijk eentje die we echt nog wat verder in de toekomst plaatsen. En de rest is eigenlijk iets wat we misschien al sneller zien gebeuren. Oké, Justian, jij was net al begonnen met een vurig betoog over wat je allemaal doet met learning analytics. Zou je er misschien nog wat meer over kunnen vertellen? Ja, zeker. Wat voor kansen ik zie, waar we denk ik een beetje vanaf moeten is van dat learning analytics alleen over cijfers gaat. Dat is natuurlijk heel erg het summatieve resultaat, maar dat zegt niet zo heel veel over het leren en helemaal niet over het leerproces en de leeromgeving. Ik denk dat learning analytics daar heel erg aan kunnen bijdragen om dat bredere plaatje te krijgen
Maar als we kijken naar, competentieontwikkeling, op een diploma staat eigenlijk welke competenties je als student hebt behaald. En aan de hand van de learning analytics kunnen we dat eigenlijk terugvertalen naar leerdoelen, naar leeractiviteit en daar veel gerichter op gaan inzetten. Dan krijgen we niet meer te zien van een student heeft een 6 gescoord op deze cursus, maar een student scoort heel erg goed op het presenteren, alleen de competentie ontwikkelen is nog wat onderontwikkeld en daar moeten nog wat stappen gemaakt worden. Dus ik denk dat het een detail aanbrengt in het ondersteunen op leren. Andere kant zie ik van leren gebeurt natuurlijk in leslokalen, fysiek of nu helemaal natuurlijk online. Door die analytics kunnen we veel beter zicht krijgen op wat daar nu gebeurt. Wat ik zei, ik ben ook docent, dus ik zit les te geven, ik zie 30 schermpjes. Maar ik kan er nog niet helemaal de vinger op leggen van wat is een student nu aan het doen? En op welke manier leert zo'n student nou? En aan de hand van die learning analytics kunnen we daar denk ik ook nog een laag in onderscheiden. Wat mij als docent ook enorm kan helpen om studenten veel beter richting hun einddoel te brengen. En op welke schaal denk je dat die learning analytics dan het meeste effect heeft? Dat is ook een vraag van iemand. Is dat dan meer op een moduleniveau en over vakken heen? Is dat meer voor de persoonlijke groei? Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Ik denk wel over modules heen. Ik net ook al zei, het leren houdt niet op bij je toets en dan begin je weer opnieuw bij een volgende vak. Dus ik denk wel dat het een doorlopend iets is. En ook als docent, ik krijg studenten die al een jaar of zo bij onze opleiding rondlopen. Maar ik weet eigenlijk niet wat die student op dat moment al kan. Hè? Anders dan de cijfers die ze behaald hebben. Dus daarin kan het enorm helpen door ook die doorstroom door zo'n opleiding heen. Niet alleen per module of per cursus. Het leren vindt op meerdere plekken plaats. En niet alleen in dat klaslokaal, online of fysiek, maar natuurlijk ook op een stageplek of een afstudeerplek of een opdracht die buiten plaatsvindt. Aan de hand van learning analytics kunnen we dat plaatje veel completer krijgen. En er zijn altijd dingen die we niet weten, daar moeten we ons ook heel erg bewust van zijn, maar het helpt wel om in ieder geval een aantal van die onbekendes in te kunnen vullen. Oké. En het allerbelangrijkste, denk ik, dat de student uiteindelijk de regie heeft over wat er gebeurt en dat een student veel beter inzicht krijgt in het leerproces. Een docent, een studieloopbaanbegeleiders, die kunnen daar ook gebruik van maken, maar ik denk als een student goed geïnformeerd wordt, al enorm kan bijdragen aan de kwaliteit van het hedendaags onderwijs. Ja, als student zelf ben ik daar natuurlijk heel blij mee om te horen. Lekker. Ook inhakend op een vraag van iemand thuis. Ben ik ook wel benieuwd hoe docenten dan meegenomen worden. Want studenten inderdaad, wel mooi om te horen dat die de regie moeten houden. Hoe kunnen docenten dan meegenomen worden? Denk door heel erg bottom-up te gaan werken. En ook bij de Hogeschool Utrecht, waar ik nu werkzaam ben, zijn we aan het kijken van kleine projecten kunnen we nu ook gaan opstarten, waarbij gewoon docenten en studenten betrokken zijn om hiermee te starten. En docenten leveren input van wat willen ze weten en studenten leveren ook input, maar studenten worden zelfs ook betrokken om dit soort dingen te gaan ontwerpen. Een cursus die daaraan bijdraagt. Daar willen we studenten ook gewoon dit als casus voorleggen. Dus op die manier laat je mensen ook zien wat de mogelijkheden zijn en onbekend maakt onbemind. En dan is misschien inderdaad een beetje een ver van mijn bed show. Mensen kunnen niet helemaal op waarde schatten. En door iedereen daar vanaf het begin af aan bij te betrekken en in te spelen op de behoeften die leven, kunnen we het een beetje uit dat hoekje trekken en laten zien wat de kansen zijn en wat de mogelijkheden zijn. Oké. Voor mij in ieder geval een helder verhaal. Theo, wat zie jij vooral gebeuren? Ja, welke trends? Wat ik mooi vind is dat Justian heeft over veel toepassingen eigenlijk op het niveau van studenten en docenten. Ik denk dat we in een situatie zitten dat er ook wordt ontdekt dat heel veel studiedata zich op allerlei niveaus eigenlijk afspeelt. Op het niveau van die cursus, maar ook juist van opleidingen, van complete faculteiten, onderwijsinstellingen, nationaal. Dus het heeft heel veel lagen en ik denk dat ik spreek dan ook liever eigenlijk over studiedata. Dat omvat heel veel. Dat is één ding wat ik wilde noemen. Dus dan heb je niet over alleen verbeteringen voor die student qua inzicht, maar ook op opleidingsniveau. Welke vakken functioneren goed? Bij welke doelgroepen?
Kunnen we daar onderscheid in maken, eventueel beleid erop aanpassen? Om daarin studenten en docenten mee te nemen is van belang dat je eigenlijk iedere keer weer toelicht dat je dat doet om het onderwijsbeleid te verbeteren, uiteindelijk ten gunste van studenten, dat ook ethisch verantwoord doet. Dus volgens mij is ethiek een heel belangrijk thema. Nou, dit jaar, daar zal morgen ook meer over verteld worden, starten met een heel traject vanuit de Zonne Studiedata met een referentiekader privacy en ethiek. Dus dat lijkt me heel belangrijk als randvoorwaarde. In het algemeen zie ik dus dat we in Nederland een aantal stappen nemen in volwassenwording op dit thema. Ik denk als je kijkt nu naar wat er speelt op dit moment, hè, heel veel mensen die opeens online les krijgen, daar ontstaat ook heel veel inzichten over studiegedrag. Tegelijkertijd is het ook weer onzeker wat dat precies betekent. Daar willen we denk ik veel meer van weten de komende tijd. En een andere trend zou flexibilisering zijn, waarbij mensen meer op vakbasis cursussen gaan doen. Dan moet je ook goed snappen hoe zit die data in elkaar en kan je een assessment afnemen bijvoorbeeld en dan bepalen wat je zou willen volgen of kunnen volgen. En tot slot moet ik even nadenken wat ik ook weer... Oh ja, AI, ja. Ik denk dat dat nog wel zou meevallen, want het is best wel complex. Niet iedereen wil ook met algoritmes eigenlijk op basis van algoritme advies afgeven. Dus daarin zullen we heel goed moeten kijken ook weer hoe je ethisch verantwoord omgaat met die algoritmes. En dat vraagt denk ik meer denk en ook onderzoek, denkwerk en onderzoek. Ja. En wat is dan voor jou het verschil tussen de inzet van algoritme en gewoon kijken naar studiedata? Waarom is dat zo'n verschil? Ja. Veel winst nog valt behalen in gewoon te kijken waar, hè, je hebt het over terugkijken, het nu kijken, het inzicht nu, hindsight, insight en dan vooruitkijken, de foresight. Dat laatste is wat mij betreft meer machine learning, dat je echt prognosemodellen maakt en daarna handelt. Dat is al her en der ook geprobeerd en we hebben het zelf ook gedaan. Maar het belangrijke is wel dat we ontdekten dat er ontzettend veel te verrijken valt met gegevens van het hier en nu en van het verleden. Dat geeft zoveel inzicht in wie je eigenlijk als studenten binnenkrijgt, wat hun behoeften zijn, hoe je het onderwijs op zou kunnen toesnijden. En dat is naar verhouding ook zijn dat gegevens die we al hebben. Het zit in administraties bijvoorbeeld, studielink, bij oriëntatie. Als je die gegevens slim combineert en ook gebruikt voor onderbouwing van beleid, dan kun je al enorm veel winst mee behalen. En wat levert het ons dan precies op voor het onderwijs? Want we kijken inderdaad ook naar learning analytics. Ja. Van, nou, dat moet ons ergens brengen. Ik ben zelf ook benieuwd, wat dan precies? Nou, meerdere dingen. Kijk, zodra je eigenlijk gaat zien dat niet de individuele studenten, maar als groepen studenten bepaald gedrag vertonen. Bijvoorbeeld, stel je hebt een vak en 60% van de studenten gaat bij dat vak eigenlijk de mist in. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het is wel een moeilijk vak. Maar je kan ook zeggen, hey, dat onderwijs moet eigenlijk beter. Of als je ziet dat bij voorlichtingsactiviteiten 40% van de studenten niet komt die al een keer hebben gestudeerd, ik noem maar even een groep, dan is eigenlijk zijn die voorlichtingen niet goed toegesneden op die groepen studenten. Nou, vanuit dat perspectief werken we bij de VU aan verbetering van dat soort algemene voorzieningen eigenlijk voor onze studenten. En daarmee laat je eigenlijk zien dat je je studenten beter snapt en waar ze behoefte aan hebben. Dus wij veranderen vooral het aanbod. Een beetje een signalerende functie zin. Okay. En voor learning analytics, hoe zit daar de verbetering van het onderwijs in? Ja, ik denk dat die niveaus complementair zijn. Hè. Je kan en het een en het ander natuurlijk. Ik voorziet dat daar best wel veel mogelijkheden ook zijn. Beter inzicht in het leerproces kan studenten helpen. Anderzijds kun je natuurlijk docenten ook beter ondersteunen. Dus kijk naar de leeromgeving. Je kan het lesmateriaal inderdaad aanpassen. Dan krijg je eigenlijk dezelfde inzichten waar jij zegt van, ja, ergens in een cursus loopt het spaak. Ja, dat kan je natuurlijk ook ergens in een week zien. Van hey, dit moduleonderdeel is niet goed toegesneden op de studenten die we nu hebben. Misschien is het nog te moeilijk of er is ergens verderop of eerder al iets gebeurd. Dan kun je daar veel beter op inspelen. Dus, maar ik zie die twee niveaus die ik beschrijf en die jij beschrijft, ja, wel echt samenwerken. En het is niet of, maar het is echt en. Ja, we hebben het allebei nodig. Ja. Okay, dan, ik heb wel even een specifieke vraag over learning analytics. Dat komt van iemand die hem heeft gesteld daar. Hoe gaan we data, dus zoals klikgedrag, voortgang, formatief en summatief, van alle digitale leermaterialen leveranciers in de learning analytics krijgen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En we hoorden in het filmpje natuurlijk ook al dat er iets werd gezegd over datastandaarden. Ja, daar moeten we dan echt wel naartoe. Want als ieder systeem het op een andere manier aanbiedt, ja, dan krijg je dat nooit goed geïntegreerd. Dus daar valt denk ik nog een hele slag te winnen door na een tijdje toch te komen met een standaard. Er zijn een aantal standaarden op dit moment. Maar ja, dat er toch een keer wordt gezegd van ja, oké, en zo gaan we werken en zo gaan we het doen. Om het toch op een uniforme manier in een learning record store te krijgen, een data warehouse. Om op die plek dan vervolgens ermee verder te kunnen gaan werken. Maar ja, consultatie met de markt en is daarin denk ik wel heel erg belangrijk en goede afspraken. Oké, dus als ik het goed begrijp zijn we in dat stadium nog eigenlijk lang niet beland. Dat is echt, als we heel ver naar de toekomst kijken, dan komen we bij dat integreren van die... Begint wel. Ja, het beginnen is er al wel inderdaad. Maar ja, ik denk dat het daar nog wel een stuk verder en dieper op ingegaan moet worden. Ja. Maar ja, dan moet ook die ervaring er zijn. En we moeten niet alleen op dat klikdata blijven zitten, want dan heb je het heel erg over één bron. Maar op het moment dat we met wat complexere vragen komen en dan ook meerdere databronnen nodig hebben, ja, dan loop je vanzelf al daar tegenaan. En dat nog genoeg mensen daar tegenaan lopen. Nou ja, dat is dan ook wel een beetje een aanjager van dat gesprek. Ik denk dat het belangrijk is, het thema, dat echt de onderwijsinstellingen daarin aan het stuur zitten. Hè. Niet die leveranciers, hoe goed ze hun materiaal ook maken. En om dat te faciliteren met goede infrastructuur, open standaarden en een goede, ja, ook weer ethische kaders ook vanuit privacy. Een belangrijke vraag is volgens mij ook, hè, wie is nou de eigenaar van die gegevens? Dus daar loopt nu bij ons een project voor. Maar bij ons is dan dus onze studiedata. Dat zijn best nog wel ingewikkelde vraagstukken die de komende jaren wel opgelost moeten worden. En wat zijn daar de opties van wie de eigenaar is van Ik moet zeggen, ik weet het nog niet, want ik trek dat project zelf niet. Dat is dan een beetje aan klaren. Dus dat, ja, dat antwoord moet ik schuldig blijven, want dat is iets wat wordt uitgezocht nu. Ja. En dat gaat dan echt specifiek over de studiedata. Dus over, als het ook gaat over learning analytics, dan willen we graag dat de student in beheer is van eigen data. Ja, daar heb ik ook nog wel een iets andere mening over. Ja. Okay. Ik denk dat belangrijk is natuurlijk dat je wil dat de data wordt gebruikt ten gunste van studenten. Dat is volgens mij absoluut belangrijk. Een andere vraag is het eigenaarschap. Een risico bestaat dat als je zegt, voor elk gebruik van die gegevens moet de student toestemming geven. Natuurlijk, als ik een persoonlijk advies geef, is dat zo. Dat is bij wet zo geregeld. Ook bij bijzondere persoonsgegevens. Maar als je dat voor alle andere toepassingen ook zou doen, dan krijg je het risico dat studenten, dat we alleen toestemming krijgen van studenten die dat eigenlijk van nature al wel willen. En we zien uit onderzoek dat juist studenten die meer behoefte hebben aan coaching, of eigenlijk dat nodig zouden kunnen hebben, minder geneigd zijn te doen. Dus je krijgt een bias in waar we juist hetgeen voor willen gebruiken. Ja. Dat is een beetje het risico. Het tweede is, ik doe een onderzoek en ik zou iets willen zeggen over het binnenstudieadvies, maar ik heb maar een klein deel van die gegevens, dan heb ik eigenlijk geen valide uitkomsten. Dus je wil voor grotere beslissingen op onderwijsbeleid, wil je toch completere datasets hebben. Gelukkig heb je daar binnen de AVG, vanuit gerechtvaardigd belang, kun je ook dat als grondslag gebruiken. Maar dat zijn wel dingen die we in de komende tijd duidelijk moeten krijgen, van hoe je daar verschillend tegenaan kan kijken. Dat is denk ik wel een belangrijk punt, ja. Oké. Okay. Ja, denk een beetje afhankelijk van op welk niveau je zit, moet je naar andere data hebben. Precies wat Theo zegt, ja, als je met een tiende van de populatie de uitspraken moet doen over alles en iedereen, ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus daar moet inderdaad wel de randvoorwaarden voor zijn. En ik deel inderdaad jouw ervaring ook. Zelf heb ik dat gezien, van ja, de studenten die na een tijdje meedoen met een learning analytics project, ja, dat zijn dan toch vaak wel weer de wat betere studenten die er toch wel weer wat interesse in hebben. En op die manier zeggen van oké, mijn data mag je hebben, want ik vind dat wel leuk of interessant of ik gun het je, wat dan ook. Maar inderdaad, precies zij die het meer nodig hebben, ja, die zie je dan niet. Maar ja, ook daar ook weer informeren, laten zien wat is mogelijk. En denk ook als studenten zelf veel meer dat inzicht krijgen, dan kunnen ze ook beter het gesprek met je aangaan als studieloopbaanbegeleider bijvoorbeeld. Ja, en ik denk ook wel al meer vertellen wat we nu al doen met dit soort inzichten. Ik wil dat net ook vragen, ziet ja. Van, het is niets van de toekomst, maar het is nu al aan de gang. En welke goede dingen worden op dit moment gedaan in Nederland op dit thema? En wat wordt er op dit moment al veel gedaan? Ik zie dat wel.
Hè, dat we op steeds meer plekken mensen zeggen, nou, we willen niet lang op basis van onze intuïtie of domeinkennis besluiten nemen, ook echt zien dat het op basis van gegevens is en er ergens toe leidt. Dus dat je ook ziet dat een bepaalde nieuwe maatregel in het onderwijs ook echt een effect heeft. Of dat onderwijsbeleid voor bijvoorbeeld toegang tot opleiding wordt aangepast. Ik wil een beetje voorkomen dat ik alleen maar vuurvoorbeelden noem, maar ik zie het ook gebeuren bij de Open Universiteit en de Erasmus Universiteit. Avans is een prachtig traject bezig om dit thema. Dus ik zie het wel echt her en der gebeuren. Nou, je kent vast nog veel meer voorbeelden, maar... Ja, in het kader van mijn promotieonderzoek ben ik ook bij een aantal instellingen eigenlijk binnen geweest en we gekeken naar de implementatie van Learning Analytics. Ik mag geen namen noemen, dat is natuurlijk allemaal vertrouwelijk. Maar ja, er gebeurt al best wel veel. En inderdaad op verschillende niveaus met hele verschillende doelen. Maar dat reflecteert ook de onderwijscontext. En afhankelijk van welk onderwijskundig model een instelling of zelfs een opleiding aanhangt, heb je natuurlijk hele andere vragen. Heb je weer hele andere data en analyses nodig. Maar ja, er gebeurt al wel enorm veel. En dat is wel heel mooi om te zien. Het thema is een beetje een jaar of 10 oud. En vanuit waar het eerst heel technisch was, zijn we nu ook veel meer bezig om echt dat onderwijskundig perspectief erin te krijgen. En worden ook steeds meer docenten en met name studenten betrokken. En dat is alleen maar goed. Want ja, zij zijn degene om wie het uiteindelijk draait en waar we het voor doen. Ja. En even dan als een soort afsluitende blik op de toekomst. Wat moeten we nu doen om die kansen die jullie eigenlijk noemen te pakken? Ik denk precies wat jij net zei. Het is begonnen als een mooie technische mogelijkheid. En we zien nu dat het een onderwerp is dat echt iets kan veranderen in de impact op het onderwijs zelf. Wat we goed moeten kijken is wat daarvoor is dan extra nodig. Het is niet alleen techniek, het is eigenlijk het makkelijkste. Maar vooral zaken als, wat is je strategie met het onderwerp? Hoe krijg je je personeel mee en je studenten, je docenten? Hoe regel je die processen in? Hoe ga je de governance regelen? En dan de IT. Het is eerlijk gezegd op de tweede plaats. Hè? Maar al die andere randvoorwaardelijke zaken waar jij nog veel meer van af weet dan ik. Dat is echt superbelangrijk en dat zal de komende jaren enorm vlucht nemen. Ja. Oké. En Jesjan, wat... Ik denk ook een beetje de mindset. We moeten inderdaad een beetje vanaf dat we denken dat dit allemaal heel nieuw en innovatief is. Learning Analytics, de kreet is misschien relatief nieuw, maar we doen het al tientallen jaren. Dus ook dat, we moeten gewoon zeggen van oké, dit is gewoon veel meer van wat we eigenlijk al doen. Natuurlijk door de techniek is het allemaal veel meer gedreven en is er meer mogelijk geworden. Dus dat. En ik denk ook dat we een beetje moeten oppassen met te denken dat het alleen over klikdata gaat. Alleen van hoe vaak is mijn filmpje bekeken? Het leren is natuurlijk veel breder dan dat. En de data die we al hebben, die reflecteert dat ook al. Maar moeten we er wel gebruik van maken? En dat sluit weer aan waar jij eigenlijk mee begon. Hè? Want we moeten veel meer ontsluiten van wat er al is. En dat biedt gewoon weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten. Maar vooral doorgaan. Hè? We niet zeggen we gaan ermee starten. Nee, we gaan eigenlijk al door wat we nu al doen. Alleen op een ander niveau en met nieuwe technieken. Oké. Okay. Nou, laten we daar dan vooral ons in de toekomst voor gaan inzetten. Misschien nog als allerlaatste eventjes de vraag die er nog in het beeld zet. Of er sprake is van laaghangend fruit. In die term hebben we het al een beetje geprobeerd aan te stippen. Ik ben nog even benieuwd naar een heel concreet voorbeeld. Vind je dat nog heen? Wat ik net zei, als je echt kijkt hoe studenten door studies heen stromen. Op basis van individuele resultaten kijken welke groepen op een bepaalde manier door een studie heen gaan. Dat is vrij makkelijk analyse en dan kan je zoveel uithalen op waar het in het onderwijs beter kan. Dat vind ik zelf een... Daar kunnen we direct op Dat wat mij betreft is dat eentje, ja. Nou, heel mooi. Lijkt me dat. En dat lijkt me een hele mooie, hoopvolle afsluiter van deze sessie. Jusjan, Theo, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Kijkers thuis natuurlijk ook hartstikke bedankt. Willen jullie nou meer weten? Er zijn links in het scherm te zien. De LinkedIn-groep kan je joinen, maar uiteraard kun je ook kijken op de site van SURF. Ook van het versnellingsplan. Wij zijn nog beschikbaar in de chat, mochten jullie nog verder willen praten. En hartelijk bedankt voor het kijken. Learning Analytics, Student Analytics, Academic Analytics. Educational data mining. Als ik deze termen noem, dan denkt u aan het gebruik van studentdata.
En inderdaad, aan de hand van deze technieken kunnen we onderwijs verbeteren. Maar er is meer nodig dan alleen data. Hoe zit het met het management, met de mensen, technologie, privacy en ethiek? Mijn naam is Sustjan Knobhout en ik heb de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar de implementatie van Learning Analytics binnen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Resultaat van mijn onderzoek is het Learning Analytics Capability Model. Een evidence-based model wat beschrijft welke capabilities noodzakelijk zijn voor de succesvolle inzet van Learning Analytics en hoe deze in de praktijk te operationaliseren. Op basis van het model zijn enkele tools ontwikkeld. Voor instellingen die nog aan het begin staan van de implementatie hebben we een quick and dirty scan ontwikkeld die kan zien welke capabilities nog onvoldoende zijn uitgewerkt in de plannen. Voor instellingen die al wat verder zijn met de implementatie van Learning Analytics hebben wij een uitgebreide online applicatie gemaakt. Deze applicatie kan helpen om onderontwikkelde capabilities binnen de organisatie te identificeren en geeft advies hoe deze te verbeteren. Deze tools kunnen gebruikt worden in sessies waarbij verschillende stakeholders binnen een instelling samen de implementatie van Learning Analytics naar een hoger niveau tillen. Heeft u interesse in deze tools en wilt u ook zo'n sessie organiseren, neemt u dan contact op. De contactgegevens vindt u naast deze video. Hoe betrek je studenten bij onderwijs en onderwijsinnovatie? Dat is de vraag die wij onszelf stelden bij Educated, het onderwijs-innovatieprogramma van de Universiteit Utrecht. Onderwijs is tenslotte voor de student. Het meenemen van het perspectief van studenten in het ontwerpen en vernieuwen van onderwijs vinden wij daarom erg belangrijk. Om die reden heeft Educated een digitale studentendenktank ontwikkeld. Een online trainingsprogramma waarin studenten input kunnen geven op onze projecten, maar waarin ze zelf ook wat kunnen leren. Onze denktank bestond uit 5 online bijeenkomsten van elk 2 uur, waarin steeds een ander innovatieproject van Educated centraal stond. We hebben hiervoor intakegesprekken gevoerd met veel studenten, waarvan we er uiteindelijk 14 hebben geselecteerd. Een heel mooi resultaat dus. Aan de hand van 4 verschillende tips wil ik met jullie delen hoe je ook zelf zo'n denktank kunt opzetten. Tip 1. Creëer een aantrekkelijk programma voor de denktank. Zorg voor een programma dat studenten inspireert. Selecteer die projecten die nog niet in de eindfase zitten, zodat studenten nog kunnen meedenken over het verdere verloop. Tip 2. Zorg dat studenten zich aanmelden. Studenten moeten een meerwaarde zien in deelname aan de denktank. Zo hebben wij benadrukt dat studenten in ruil voor hun input zelf ook kennis en vaardigheden konden opdoen. Het aanbieden van nieuwe kennis doet het vaak beter dan een boekenbon of een vergoeding. Tip 3. Zorg ervoor dat elke sessie inspireert en activeert. Vertel niet alleen over het project, maar zorg dat studenten ook actief aan de slag gaan. Wij hebben per project verschillende challenges bedacht. Echte uitdagingen waar wij een oplossing voor zochten. Studenten werkten tijdens elke sessie steeds in groepjes aan deze challenges, waardoor ze gericht input konden geven op elk project. Tip 4. Laat zien hoe je de input van studenten meeneemt in elk project. Na elke sessie hebben wij aan studenten teruggekoppeld welke input ze meenamen en waarom. Hierdoor bleven ze gemotiveerd en voelden zij zich serieus genomen. Wil je verder praten over onze denktank? Of denk je erover om er zelf eentje te organiseren? Neem dan eventjes contact met ons op. Onze digitale wereld verandert steeds sneller en jouw organisatie wil die veranderingen bijbenen. Dat vereist meer digitale wendbaarheid en innovatiekracht. Maar jouw team loopt al op zijn tenen en de infrastructuur kan alle complexe digitale stromen niet langer veilig aan. Het IT-team loopt hier dagelijks tegenaan. Bijvoorbeeld tijdens de afname van digitale toetsen. Een examenfunctionaris ontvangt zijn examineringsopdracht. De digitale examenvereisten worden verzameld en er wordt in overleg met het planbureau een datum en locatie afgesproken. 2 weken later heeft ook het IT-team tijd om de functionele eisen te bespreken en worden de applicatiebronbestanden opgevraagd. Het IT-team probeert na weken doorlooptijd de benodigde capaciteit in het datacenter voor te bereiden, maar loopt tegen grenzen aan. Om de verwachte examenpiek op te kunnen vangen, moet de infrastructuur onverwachts voor een gigantisch bedrag worden uitgebreid. Tot overmaat van ramp blijkt dat examenmomenten, locaties en vereisten continu worden veranderd. Dit moet toch slimmer kunnen?
Mm-hmm.